Opnieuw Lokesa die zijn plek inneemt. En voorin twee nieuwe flankaanvallers met Takidin. Verkouteren dan maar lang tot bij Lokesa. Ja, dat is goed gestoken tot bij Takidin. En dan is daar nog net Didde. Maar slecht uitgevoetbald nu van Omaziani. Lokesa op de paal. En in de herneming is daar Lucas Tassin. En het doelpunt gaat door. De vlag blijft beneden. Anderlecht al heel erg vroeg op voorsprong. En wie anders dan deze Lucas Tassin. Dan weet je het doelpunt. Of het doel liever gezegd wel staan. Het kwam eigenlijk uit het niets. Slecht uitverdedigen van Almaziani lag aan de basis. Het schot en in de herneming staat Rommes minder goed op te letten. Dat is het nadeel dat je dan hebt als een verdediger. Minder happig op die bal. Die terugkomt via de paal. En Stassin, een mogelijkheid voor Paars-Wit op de tegenaanval. Op links trekt Ferrara zich op gang. Daar moet het naartoe gaan. Ferrara in de 16 voor 2-0. Nee, gaat terugleggen. En uiteindelijk Takidin nog niet voorbij, maar nu wel dan. Balrecuperatie, Anderlecht hoog op het veld. Aguiar kan hem nog eens voor gaan brengen. Aarzelt wat. Terugkappen uiteindelijk voorzet. Marshall en Stassin staat helemaal alleen. Ja, als er één naam is bij Paars-Wit die je niet alleen mag laten. Liet verstaan, ja. Anderlecht biedt me meer perspectieven. Geeft een betere omkadering. Dat zorgt toch voor wat vrevel in Limburg. Wil zich dus bewijzen. Deze Lokesa, een afzwaaier. Uiteindelijk is het een voorzet en is het een goal. 2-0 voor Anderlecht. Op naam van Eno Kakjai nog maar zijn tweede van het seizoen. Voor de belofte van Anderlecht. Achterin staat het niet stabiel. Takidin die zoekt en heel erg goed vindt. Mooie loopactie. De driehoek. Uiteindelijk Lokesa. Het lijkt me echt wel een schot. Een mislukt schot op doel. Als het een voorzet is, is het heel erg mooi. Vindt hoe dan ook Eno Kakjai. De man die 2 weken geleden tegen Dender na 500 durf die paas te geven. Almaziani geen buitenspel, legt hem wel goed terug. Gustus staat op zijn geliefkoosde positie tegen de paal. Hier had nog wat ingezeten voor Genk en ook in de herneming geen succes. Maar het zal niet meer baten, want het fluitsignaal van Tom Stevens, RSCA Futures, kan na 3 matchen weer aanknopen met de zege. De 1-9 ligt achter de rug.